Elwin Amt Atmodimejo, voorzitter van de vereniging Herdenking Javanse Immigratie, VHJI, zegt dat de samenleving meer dan ooit in staat moet zijn om relevant te leven in vrede en in harmonie. De VHJI-voorzitter sprak gisteren aan de vooravond van de herdenking van 133 jaar Javanse immigratie te Sanabudaya. Met diverse activiteiten zoals een batikworkshop van de Volksacademie voor Kunst en Cultuur en de expositie Surianto in het VHJI-documentatiecentrum wordt ook vandaag stilgestaan bij de immigratie van de Javanen naar Suriname. VHJI-voorzitter Atmodimejo herinnerde eraan dat het nodig is om als individu te begrijpen hoe een ander in elkaar zit. De culturele bagage proberen te begrijpen van de ander, van de naaste. Vandaag de dag is de Javanse culinaire footprint niet meer weg te denken uit Suriname. We zijn allemaal hier wel eens opgevoed of nog steeds met de heerlijke soto, dawet, nasi, bami, pichel, bakabana en ga zo maar door. Alle overige, overheerlijke Javaanse gerechten, dat kennen wij al. Maar wat belangrijker is, is de bijdrage die wij leveren, wij Surinamers van Javaanse afkomst, of kunnen leveren aan de opbouw en de bouw van deze natie. Atmodimejo zegt dat wij als gemeenschap stil moeten staan bij wat de Javaanse gemeenschap heeft bereikt. Voor president Chandrika Persat Santokhi is Suriname uniek met de grote groep Javaanse populatie in het Caribisch gebied. We weten allemaal wat het motief was van de komst van de Javanen in Suriname. Het was meer een economisch motief, namelijk de plantage-economie, nieuw leven in te blazen. Maar ze brachten met hun komst rijke cultuur mee, met kunst, zang, dans, muziek en andere traditionele gebruiken. Ja, voorzitter, ik ben ook in de Javaanse omgeving opgegroeid, in Lelydorp. Dus die Ludruk, die Wayang, die heb ik allemaal meegemaakt als kleine jongen, kersen. En inderdaad moeten we eens in stand houden. Maar eerlijk gezegd, ik zie andere jongeren opstaan, ook in mijn eigen omgeving op Lelydorp. Met samba trasi. En een geweldige show geven. Op basis van hun talent. De kennis van de ouderen in de gemeenschap moet gekoesterd worden, zegt het staatshoofd, die ook de ideeën en talenten van de nieuwe generatie Javanen roemde en hun bereidwilligheid om verantwoordelijkheid te nemen. Na de toespraken werden er door president Santokhi en andere genodigden kransen gelegd bij het monument te Sanabudaya.